je daarin. Zo? Ja. Error. Halverwege van boven. Nee. Aan de volgende man die al heeft genoemd. Nee, nee. Andy, vandaag ben je de 20.000ste abonnee van Club Brugge die zich een abonnement heeft aangeschaft. Hoe was het om je abonnement uit de handen van een speler te krijgen? Ja, het voelde heel plezant aan. Ik ben heel verrast ook. En ja, het was een fijn gevoel. En wat vond je van de twee spelers? Ja, het zijn leuke personen. Ze maken veel plezier en ja, ze doen het graag in job. Dus dat vind ik wel fijn. Waarom heb je eigenlijk een abonnement gekocht op Club Brugge? Omdat ik een trouwe supporter ben van Club Brugge. En ja, ik kom graag kijken in het stadion voor de sfeer ook. Ik had 5 jaar lang een abonnement en uitzonderlijk vorig jaar niet. Maar daar had ik spijt van en ik ben blij dat ik nu terug een abonnement heb gekocht. Heeft er ook iets mee te maken dat Club zoveel nieuwe spelers en zoveel ambitie heeft getoond in het tussenseizoen? Niet speciaal, maar het is natuurlijk plezant. En ja, ik heb er wel vertrouwen in de nieuwe spelers. Wat hoop je zelf dit jaar te zien als supporter? Allereerst mooi voetbal, maar ook ja, ik zou graag dat Club Brugge voor de top 2 speelt. Dat zou ik tof vinden. Maar je moet zoveel betalen, 45. 45 euro alsjeblieft. Inter? Oké, ja. Wat vinden jullie van jullie nieuwe job bij Club Brugge? Het is lang weer, hè. Een nieuw seizoen betekent nieuwe truitjes. En ook dit jaar zien de clubshirts van Puma er weer fantastisch uit. Daarom kan je dankzij Club TV 10 gesigneerde thuisshirts winnen. SMS als de bliksem Puma naar 6565. En wie weet loop jij straks met het gloednieuwe truitje rond. Veel succes!